Hallo iedereen, ik ben Sander van Pakkenfly en vandaag gaan wij de IMU Bullet 2S 4 megapixel reviewen en laten weten hoe dat nou is. Dus inmiddels heb ik de IMU Bullet voor ongeveer, anderhalve maand nu in gebruik. En ik kan je natuurlijk laten weten hoe het is en wat de valkuilen zijn en wat nou daadwerkelijk goed aan deze camera is. Als eerst specificaties. 1440p resolutie, wat hartstikke veel is. Normaal zie je 1080p. Van dit budget, dus hartstikke keurig. F1.2 diafragma, wat dus betekent dat hij super veel licht opneemt en dat zelfs hele donkere situaties nog steeds duidelijk in beeld gebracht kunnen worden. Hij heeft een speaker, hij heeft een microfoon en hij heeft een sirene en hij heeft spotlightjes ingebouwd. Dus als je zou willen, kan je ook nog communiceren via de camera, als je er zelf niet bent en iemand anders is bij de camera, kun je gewoon met elkaar praten. Op afstand, hoe leuk is dat? Over de daadwerkelijke kwaliteit zal ik natuurlijk later meer over hebben. Dus als eerst, hoe installeer je de camera? Natuurlijk monteer je de camera aan de muur. Wij hadden een houten muur, dus wij konden simpelweg gewoon alles gewoon inboren en klaar. Maar ja, als je natuurlijk een harde muur hebt, moet je eerst natuurlijk boorgaatjes maken en daarvoor heb je een mooi... Ik weet niet of het nou een sticker was of gewoon een plaatje erbij waar je precies de afmetingen kon zien en kon je al gaatjes vooraf boren, wat dus super handig is. Eenmaal dat je het gemonteerd hebt aan de muur, kun je hem nog op verschillende hoeken kun je nog een beetje kantelen. Alleen op een bepaalde spot kun je nog niet zo heel lekker naar links kantelen, wat ik wel gewild had dat je nog wat meer wendbaarheid had met het kantelen. Is dus niet heel wendbaar. Tenzij je hem helemaal naar onder hebt staan, dan kun je opeens de wereld aan opties hebben. Maar helaas kun je dat niet doen als hij vrij hoog en recht al staat. Waarschijnlijk om de stevigheid, ik weet niet zeker. En hoe verbind je nou met de camera? Eigenlijk is het best wel simpel. Als eerst ga je naar de Play Store, download je de IMU Live app en heb je daar dus een camera op de app. En daarmee scan je de QR-code die bovenop de IMU Bullet zelf staat. Eenmaal dat je het gedaan hebt, ben je dus gewoon verbonden met de camera. Je moet ook nog trouwens even verbinden met het netwerk, zodat natuurlijk de camera beelden en alles natuurlijk naar je toe kan sturen. En that's it. Nu heb je gewoon alles geïnstalleerd. Het is super eenvoudig. Binnen een paar tellen ben je gewoon al klaar. En natuurlijk, zodra je in de app zelf bent, heb je natuurlijk een hele waslijst aan functies die je kan gebruiken. Dus ik ga je overal even bij langs en je even laten weten wat er zoal allemaal is. Dus als eerste, je kan dus mensen uitnodigen om gebruik te maken van het apparaat. En je kan dus simpelweg gewoon uitnodigen en dat kun je dus doen door middel van de QR-code op je telefoon te laten zien. Hun scannen het in via hun app en zijn zo verbonden aan de camera. Je kan ze nog bepaalde rechten geven wat dan wel en niet mag en zo kun je dus iemand uitnodigen. Alhoewel de eerste persoon die de IMU Bullet heeft geïnstalleerd, heeft toch nog wel een paar meer functies dan degene die zelf uitnodigt. Ik kom er later even wel op terug, maar er zijn wel wat verschillen. En ik had liever gehad dat alles gewoon doorgevoerd werd naar alle andere uitgenodigden, mocht je dat willen. Dus de functies zijn als volgt. Ten eerste kan je meldingen weergeven natuurlijk op je telefoon, maar je kan ook bijvoorbeeld pushbericht met afbeeldingen doen. Dus kun je meteen een afbeelding zien bij de melding van hey, er is iemand gedetecteerd of is detectie. Dan zie je meteen een foto bij van wat is het nou daadwerkelijk wat gedetecteerd wordt. Als niks is, dan kun je natuurlijk gewoon meteen wegswipen en het is klaar. Dus dat is super handig. Je kan ook een melding weergeven als de apparaat offline is. En je kan ook detectie opties aanpassen. Je kan dus een melding weergeven wanneer er dus iets gedetecteerd wordt aan beweging. Maar je kan ook dus bijvoorbeeld detectie op menselijke vorm activeren. Dus wanneer alleen mensen daadwerkelijk in beeld staan, gaat hij zeggen van oh hey, er zit een mens, detectie, babam, dit is een mens, sowieso. Alleen uit eigen ervaring heeft hij dit al best wel beroerd gedaan. Want een wapperende handdoek op de stoel of een motje die voor de camera vliegt is al genoeg om hem te triggeren van hey, dit is een mens, doe er wat aan of niet, weet ik veel, hier is een melding. Is een beetje irritant, dus hij is niet altijd 100% accuraat. Maar gelukkig kan je ook de bewegingsgevoeligheid kun je dus aanpassen. Waarbij die eerst op standje 4 stond en toen ging hij echt mee vol spammen met allerlei bewegingen. Je hoeft maar een klein dingetje te bewegen en het is meteen al bam 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 bam. Als bijvoorbeeld regende, ging hij continu berichten sturen. Zelfs met de titel
menselijke vorm. Beweging van menselijke vorm. Je wordt er echt helemaal gek van. Dus toen dacht ik, ik ga hem naar 3 schuiven. Even wat minder last van. Oké, de modificaties werden al minder, maar nog steeds werd je plat gebombardeerd. 2 ook. En 1 uiteindelijk kreeg je toch wel een stuk minder meldingen. Maar nog steeds als er een motje of een bewegende handdoek is, gaat hij nog steeds helemaal denken van dit is iets waar je naar moet kijken. Hier heb je berichten. Doe er wat mee of niet. Weet ik veel. Hier heb je het. En dan word je alsnog met allerlei dingen gespamd. Dus hopelijk gaan ze in toekomstige versies hier toch wel wat beter aan werken en optimaliseren dat dit niet zo irritatiefactor is. Ik wil gewoon een bericht krijgen met daadwerkelijk dat er iemand daar staat in plaats van allemaal loze waarschuwingen. Maar goed, het is wat het is. Ook kun je een detectieplanning activeren. Dus dan kun je zeggen van en tussen deze tijden moet hij dus iets detecteren en daarbuiten helemaal niet. Dus stel dat we zeggen, je hebt altijd vaste werkdagen thuis tussen 10 en 5 bijvoorbeeld. Maar je gaat bijvoorbeeld boodschappen doen over een bepaalde tijd. Dan kun je bijvoorbeeld het dan pas aanzetten. Zodat je niet elke keer gebombardeerd wordt door detecties. Maar natuurlijk, je schema kan wisselen. Dus het is misschien niet altijd heel handig. Wat je dan wel bijvoorbeeld kan doen, is een geofence opstellen. Een geofence is dus basically gewoon een soort van radius waar je binnen verkeert. En wanneer je binnen die radius zit, gaat hij jou geen meldingen sturen. Dus wanneer hij merkt dat je binnen bijvoorbeeld 75 meter van de camera zit, gaat hij je geen meldingen meer doorsturen. Dus dat is super handig. Alleen deze functie is alleen bedoeld voor de hoofdinstallateur, zeg maar. Dus degene die oorspronkelijk de camera als eerste heeft geïnstalleerd, heeft deze functie. En als iemand anders, de uitgenodigde, dit ook probeert, zal dit gewoon niet lukken. Je krijgt er gewoon niks te zien, terwijl de hoofdeigenaar, hoofdinstallateur, wel wat ziet. Verder kan je nog alarmtonen instellen. Ook heb je verschillende opslagmogelijkheden, waaronder dus op een cloud opslaan en bijvoorbeeld op lokaal opslaan. Dus dan doe je een micro SD'tje in de camera en dan slaat hij gewoon op de micro SD op. Dit ondersteunt hij maximaal tot 256 GB. En ik heb zelf een 32 GB SD-kaartje geïnstalleerd en hij gaat ongeveer 12 dagen mee op zo'n kaartje. Dus je hebt op zich wel wat speling. Dus als je bijvoorbeeld 64 GB of 128 GB opslaat, dan kun je al langer dan een maand hiermee gaan. Of nou ja, 64 GB is ongeveer 24 dagen en als je natuurlijk 128 GB doet, heb je natuurlijk wel meer. En de cloud service heeft onbeperkte hoeveelheid ruimte, dus je kan zoveel opslaan als je maar wil. Alleen de betaalpagina is super vaag ingesteld. Ik snap er geen zaak van en dat geeft me ook een beetje AliExpress vibes met dat couponnetje wat ik daarop zie. En dat maakt allemaal wel wat overzichtelijker. Voor de rest kun je nog de spot aanpassen. Dus wanneer hij bijvoorbeeld de detectie ziet, gaat hij uiteindelijk aanslaan van oh hey, er is de detectie. Dus dan gaat hij knipperen. Alhoewel dit nog natuurlijk wel een dingetje is, als er een motje telkens voor je camera vliegt, gaat hij dus telkens knipperen en branden. En het kost natuurlijk stroom en dat kan best wel zonde zijn. Dus zelf gebruik ik dit eigenlijk niet. Je hebt ook nog nachtzicht en dit is weer een optie wat alleen de hoofdinstallateur kan veranderen. Hierbij kun je dus verschillende opties selecteren, bijvoorbeeld dat je de spotlight altijd aan hebt staan als het donker is. Om bij te schijnen, om natuurlijk meer kleur in beeld te krijgen en duidelijkheid. Je kan ook voor kiezen om dit geheel uit te laten. Als jij bijvoorbeeld in een goed belichte situatie zit, dan kun je natuurlijk alles gewoon prima zien. Alleen bij ons bijvoorbeeld is het best wel donker en schijnt er weinig licht en dan pakt de camera natuurlijk ook niks meer op. Dus voor ons is het misschien niet het handigste. Maar ja, wij hebben ook zoiets van elke keer dat licht schijnen, dat kost stroom en we willen niet dat het elke keer die stroom opzuipt. Dus wij hebben het gewoon uitstaan, maar je hebt de mogelijkheden dus om de spotlight aan te zetten op heel gedimd of feller of ja, dat soort dingen. Voor de rest kun je natuurlijk de detecties terug bekijken. Dus dan heb je een hele waslijst aan allerlei detecties, zoals je ziet. En heb je de optie om beelden op te nemen van die detecties of foto's van te maken. Als natuurlijk als je het wil opslaan of misschien is er iets geks gebeurd, dat wil je opslaan en laten bekijken, dan kun je dat delen bijvoorbeeld naar je computer toe en daarop bekijken. Qua beeldkwaliteit, waar we dus nu bij komen, ben ik wel echt enorm van te spreken. Oké, weet je, de QHD kwaliteit, dus de 1440p kwaliteit, kan ik niet zo snel in terugvinden. Ik vind het nog wel een beetje wat te onscherp. Voor mijn gevoel is het meer
1080p dan 1440p qua kwaliteit. Dat is mogelijk misschien door de weinige hoeveelheid bitrate dat gebruikt wordt, dat het nog steeds wat blokkerig en onscherp lijkt. Dus misschien is het leuk om een optie te krijgen bij de camera om hogere bitrates te selecteren. Want nu draait hij vaak ongeveer op 300 kb per seconde. Maar bijvoorbeeld als je een optie hebt dat je 1000 kb per seconde wil zien, dan zou dat gewoon heel leuk zijn. Het is natuurlijk optioneel voor de persoon zelf, dus het hoeft niet per se hinderend te zijn. Dus de beelden zelf. Het is echt best wel goede kwaliteit. Je ziet duidelijk wat er gebeurt. Je hebt 25 beelden per seconde, dus het is vloeiend genoeg. Soms zie je camera's waar het allemaal zo stutterend en hakkerig is. Deze camera heeft het gewoon niet en dat is fijn. Overdag duidelijke beelden. Zelfs in de avond, wanneer het al aan het schemeren is en de zon al ondergegaan is, zie je nog steeds hele duidelijke beelden. Want die f1.2 lens pakt echt zoveel licht op. Het is echt gewoon niet normaal. En ja, hier heb je foto. Dit is van 10:45 volgens mij. En toen was het al redelijk donker. En dan kun je gewoon zien, het is best wel duidelijk nog. Dat is echt verbazingwekkend. Voor de rest heb je hier nog trouwens wat beelden van overdag en zal ik er zo meteen even hier een videobeeld laten zien. Nou ja, ik denk dat je nu ongeveer wel een beetje genoeg foto's gezien hebt. Dus hier heb je videobeeld met microfoonkwaliteit om te zien hoe dat en te luisteren natuurlijk hoe dat is. Hallo, dit is een testopname. Hoe klinkt dit? Ja, en dan komen we over op de conclusie. Mocht je trouwens wat details gemist hebben, ik heb hier een blog geschreven in de beschrijving. Dus check dat als je wat informatie mist. En als je nog steeds informatie mist na het blog lezen, zou ik zeggen, stuur even een reactie hieronder. En dan probeer ik jouw vraag even te beantwoorden. Maar ja, conclusie. Wat vind ik nou van de camera? Ik vind de camera echt best wel super goed. Voor zijn prijs van €95 pakt hij best wel mooie, heldere beelden op. Het enige waar het gewoon wat tekort komt, is gewoon bij de nacht. Wanneer je dus hele donkere situaties hebt, je hebt helemaal geen licht, dan zal jij ook niks kunnen zien op een camera. Want de camera heeft geen infrarood lichten. Dus als het echt pikkendonker is, zul je ook helemaal niks kunnen zien. Tenzij je de spotjes natuurlijk aanzet. Alleen, dat kost weer stroom elke keer, dus ja, wil je dat elke keer? Ik weet het niet. Ik zelf trouwens niet. En het is natuurlijk ook overduidelijk voor als er iemand bijvoorbeeld wil graag inbreken. Die ziet al spotjes staan en denkt van oké, dat gebied moet ik vermijden. Maar de rest, daar kan ik prima gewoon in, want daar zie ik eigenlijk helemaal niks. Dus liefst heb ik het gewoon uit. Infrarood lichten zou fijn zijn. Voor de rest, het geplat bombardeerd worden met notificaties van detecties is gewoon irritant. Ik wil niet zien dat een wapperende handdoek een mens is. Ze moeten het veel beter optimaliseren en ik hoop dat het ook in de toekomstige firmware update komt of althans in een nieuw product van hun. Voor de rest, kwaliteit is supergoed, ook met het bellen op afstand. Het is gewoon fantastisch en daarvoor heb ik echt niks over te klagen. En ja, dat is het ook wel. Voor zijn prijs van €95 vind ik het eigenlijk best wel een dikke aanrader. En kan ik zeker jou dit aanbevelen. Maar ja, dat is het ook wel. Super bedankt voor het kijken en ik zie je weer in de volgende video.